Hoi, van harte welkom bij vlog nummer 73. Mijn naam is Mirjam van mirjammolenbeek.nl, de website waar je online breilessen voor beginners vindt, waar je de online breicampus vindt waar je lid van kan worden en waar je heel veel informatie over breien kan vinden. Ik heb een blog of een onderdeel op mijn website dat heet Inspiratie. Daaronder vind je tutorials, allerlei blogs over wat je met breien wil weten en de breien kennis uit video's die je overigens ook in een aparte playlist hier op YouTube vindt. Als je vaker kijkt, dan mis je wellicht iets in mijn introductie. Dat klopt. Grote veranderingen aan het begin van 2023, waarover ik je meer zal vertellen in de Mirjam Molenbeek updates. En als je mijn nieuwsbrief volgt of je bent campuslid, dan weet je het nieuws al. Maar in deze vlog zal ik er wat meer op ingaan. Ten eerste nog de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. Ik wens je alle liefde, geluk en gezondheid toe. En ik hoop dat breien je daar op welke manier dan ook bij kan helpen. Of je nou van plan bent om je allereerste trui te gaan breien. Of je wil een bepaalde techniek leren en dat is je focus. Of dat je breien veel meer in wil gaan zetten om wat meer tijd voor jezelf te nemen, wat meer pauzes te nemen in een hectische tijd. Dat kan allemaal. Heel veel plezier en succes daarmee. Een week of 6 geleden dat ik mijn vorige vlog opnam, dus ik moet weer een beetje wennen. Ik was heel ziek. Ik ben echt heel erg ziek geweest voor de kerst. Een griep die, ik heb inmiddels van heel veel mensen gehoord dat ze hem ook hebben gehad. Ik heb uiteindelijk nog in het ziekenhuis gezeten voor een longonderzoek. Want ik was zo verschrikkelijk aan het hoesten en het hield maar niet op. En ik had al allerlei middeltjes en dingetjes gekregen, maar het bleef gaan. Deed echt heel veel pijn. Gelukkig geen longontsteking. Die heerste wel heel veel ook in december. Dus als je daar last van hebt gehad, ik hoop dat je weer hersteld bent. Of misschien kijk je nu en heb je die vervelende griep te pakken. Het wordt weer beter. Maar op dat moment was echt niet meer in staat om nog een laatste vlog voor het einde van het jaar op te nemen. Ik heb dat medegedeeld door een berichtje op YouTube. En nou ja, ik hoop dat je dat gezien hebt. Ik heb het op Instagram ook gedeeld als je me daar volgt. Instagram is overigens de plek waar je, waar ik eigenlijk dagelijks post. Dus waar je heel erg op de hoogte blijft. En natuurlijk, als je echt niks wil missen, schrijf je even in op de nieuwsbrief. Die ontvang je in principe elke week op vrijdag. Met allerlei breitips en nieuwtjes rondom het bedrijf enzovoorts. Welkom dus. Ik ga gewoon lekker beginnen zo meteen met wat heb ik af, want ik heb daar wel iets af. Niet zoveel als dat ik had gewild, omdat ik ook echt in die periode dat ik ziek was, ik kon gewoon niet breien, niks lukte, kon niks kijken. Ik heb echt een week alleen maar een beetje naar het plafond liggen staren. Aan het einde bespreek ik altijd een beetje de levensdingen. Daar zal ik er wat meer op ingaan. Maar ik ga zo beginnen met wat heb ik af. Dan laat ik je zien wat ik aan het breien ben en waar ik ook in 2023 echt mee verder wil gaan. Een beetje twijfelen over een aantal projecten. En dat heeft ook van alles te maken met de dingen die ik wil gaan doen op breigebied. Daarna dus de Mirjam Molenbeek updates met vooral een hele grote update. En dan sluit ik af met nog wat levensdingen. Overigens kun je tegenwoordig de hoofdstukken hieronder, als je onder een YouTube video zie je altijd ergens zo'n driehoekje staan waar je op kan drukken. Dan klapt alle info zich uit en daar vind je alle linkjes over dingen die ik praat. Over dingen waarover ik praat. Rustig gaan praten. En als je daar dus op gedrukt hebt, dan zie je ook de hoofdstukken staan. Dus je kunt ook denken, nou, ik wil heel snel nu even weten wat die Mirjam Molenbeek updates inhouden. Dan kun je daarop klikken. En ook op het balkje als je op je video gaat staan die je nu aan het kijken bent, als je via YouTube kijkt, dan kan je op het balkje gaan staan en dan zie je ook streepjes waarbij de verschillende onderdelen, ja, die kun je aanklikken. Dus dat heb ik sinds 2 of 3 vlogs geleden toegevoegd. Ik ga dus beginnen met wat heb ik af. Nou, toen ik weer een klein beetje op de been was, wilde ik alleen maar rechtdoor breien. Ik wilde gewoon een heel simpel project.
En daar was de Muscle Bro het echt geschikt voor. Ik had hem vorige vlog, heb ik hem al wel, was ik al wel begonnen. Dus dat was lekker, want ik was dus op het punt waar ik door kon breien. Je begint dus met de opzet. Dat is een opzet, daar heb ik bij de vorige vlog ook een video onder. Bij vlog 72, als je daaronder kijkt, dan zie je een linkje naar de opzetmethode die ik heb gebruikt. Ik ga de methode ook in het Nederlands opnemen voor de online breicampus. En daar ga ik ook uitleggen hoe je het begin maakt. Het patroon staat namelijk vol met allemaal getallen. Dat heeft mij ook een hele tijd tegengehouden om die muts te maken. Want ik dacht, wat moet ik nou allemaal doen? En allemaal hartstikke onhandig. En uiteindelijk valt het gewoon reuze mee. Want het grote voordeel van deze muts is dat je een fingering weight, sport weight garen kan pakken. En dus zeg maar geschikt voor naald 2,5 tot 3,5. Je pakt een naald waarmee je graag wil breien. Ik heb deze op een 3 mm gedaan. Je gaat een stukje, je hebt dus je opzet gedaan. Dan ga je een stukje meerdere. En dan moet je op een gegeven moment opmeten van nou, hoeveel steken heb ik nou op 1 centimeter. En dat is dan je steekverhouding op die 1 centimeter. En daar zie je dus tabelletjes van. En ik had geloof ik, wat was het, 7 steken op die 1 centimeter. En dan kun je dus in de tabel zien, nou ik heb 7 steken. En dat betekent dat ik moet gaan meerderen als ik maat, volgens mij heb ik adult small gemaakt. Dat staat allemaal op mijn Revelry pagina. Linkje naar mijn pagina vind je onder deze video. Maar dan staat er dus van nou, als je maat medium wil maken, dan moet je meerdere tot 128 steken. En als je dat op een gegeven moment gedaan hebt, dan kun je gewoon rechtdoor breien. Ik ga niet in de online breicampus de hele muts voordoen of het patroon in beeld laten, want dat mag niet met betaalde patronen. Maar ik ga dus wel de opzetmethode laten zien die je wellicht ook in allerlei andere projecten kan gebruiken. En ik licht daar ook even kort exact toe met de muts in beeld wat je daar kan doen. Die video in de campus, nou, ik hoop dat hij er eind januari in staat. Daarover straks ook wat meer bij de updates. Dus dat was eigenlijk een heel stuk rechtdoor breien en dan op het einde weer minderen en dan is die muts af. Ik had ook een tweede versie al opgezet met ook weer naald nummer 3, maar dat was ook een fingering weight garen. Ik heb hem hier nu even niet liggen, die zie je wel in een van de volgende vlogs terug. Maar dat was net een wat dunner garen dan dit, dus die werd me net iets te losjes. Dus na een stuk gebreid te hebben, heb ik besloten hem toch weer uit te halen. Nou, die ga ik ook opnieuw opzetten en gelijk filmen. Maar die zal ik denk ik op een 2,75 mm op gaan zetten, zodat hij net even iets strakker uitviel. Want hij werd zeg maar, ja, dit werd echt te losjes. Deze is overigens nog niet gewassen of geblokt, want ik vond hem zo mooi dat het eigenlijk niet nodig was. En toen die af was, dat was ja, echt net voor kerst. Toen waren het ook best wel koude dagen. Dus toen heeft mijn dochter de muts gelijk opgehad. Nou, als je nou denkt, wat moet ik hier nou mee? Lange tube is het. Je vouwt hem dus in elkaar. Dus deze punt gaat in de andere punt. Zo even kijken hoe soepel ik dat in beeld kan doen. Dus hij vouwt zo in elkaar. Dat kan je een stuk netter doen als je daar de tijd voor hebt. Dan heb je dus een dubbele fabric, zeg maar. Het is dubbel, dus dat is lekker warm. En dan kun je hem opzetten. Ik pas hem op zich ook. En dan kun je ervoor kiezen of je hem of een beetje slouchy opzet. Het is de small versie, dus voor mij had ik denk ik een medium gemaakt. Maar of dat je hem een beetje slouchy opzet. Hij is voor mijn oudste dochter van 10. Of dat je ook daar nog eens de rand omvouwt, waardoor die natuurlijk op je oren echt nog warmer wordt. Super relaxed project en zeker in die periode dat ik net weer een beetje beter was, was dit echt, nou, echt gewoon heel erg fijn om aan te breien. Dus die heb ik af. Dan kunnen we door naar waar ben ik mee bezig. Nou, als je me dus volgt op Instagram, dan weet je, en ook als je mijn vorige vlog hebt gezien, en al helemaal als je campuslid bent, want ik heb in de maand december zijn er wel 4 extra vlogs verschenen voor campusleden. Die staan in de online breicampus. Dan weet je dat ik
alles op alles heb gezet om het vierkantjesdeken eindelijk af te maken. Ik geloof dat ik er 8 jaar aan bezig was, natuurlijk met tussenpozen. Het ook heel vaak gewoon in een hoekje gelegen, maar is ook heel vaak mee op zomervakantie geweest. En ik had me dus voorgenomen, ik had een schemaatje gemaakt waarin ik er op een gegeven moment achter kwam dat als ik het aantal vierkantjes dat ik nog moest breien, waren net zoveel vierkantjes als dat het was tot kerstavond. Dat ging heel lang heel erg goed, totdat het ziek zijn een beetje roet in het eten bracht en ik echt 6 dagen niet kon breien. Dus ik heb hem daarna opgepakt, waardoor de vierkantjes niet gelijk helemaal kerstavond af waren. Maar ik denk 27 december zoiets. Volgens mij heb ik op Instagram een post geplaatst met de mededeling. Het laatste vierkantje zit erin, dus dan kan je kijken wanneer dat precies was. Maar de vierkantjes zijn helemaal af. En toen ben ik gelijk begonnen aan de I-cord bind-off. Want ik had echt zoiets, het werkte voor mij heel lekker om gewoon heel gefocust aan dat deken bezig te zijn. En ik wilde hem echt heel erg graag af hebben. Ik ben heel ver gekomen, ik ga het zo laten zien. Maar hij is nog net niet helemaal af. Ik denk dat ik net iets over de helft ben met de I-cord bind-off. Maar mijn handen en vingers, ik gebruik de DPN's 15 centimeter van Chiagu, de stalen. Ik had eerst Knit Pro Zing, daar ben ik ooit op begonnen, dus daar zat het deken nog op. Maar toen ik dus elke dag een vierkantje ging breien, merkte ik al dat dat toch wat pijn in mijn polsen ging doen. Dus toen heb ik hem overgezet naar die Chiagu. Nou, dat ging met de vierkantjes echt perfect. Alleen, ja, zo'n I-cord bind-off, ik kan het eventjes in beeld laten zien. Dat is gewoon heel priegelig. En dan heb je ook nog eens zo'n zwaar deken eraan hangen. Dus ik heb hem wel, als ik af en toe niet helemaal goed in de camera kijk, dat komt omdat ik een net andere opstelling heb. Dus sorry, daar moet ik nog heel even aan wennen. Maar dit, hier ben ik dus nu. Dit zijn 4 steekjes die ik steeds moet breien en dan het werkje opschuiven en dan de volgende steek opnemen. Nou, die steken opnemen, dat ging aan de kant. Dat was wel grappig, want ik heb heel veel video's gekeken over hoe het beste die I-cord er omheen te breien. Wordt dus wel echt heel mooi. Wat je dan heel vaak ziet, is dat ze het aan de eerste zijkant opnemen. Dus ik zal hem gelijk even laten zien. Kijken of ik ook mijn beginnetje. Ik heb hem met een haaknaald hier opgezet. Dus daar zit nog een draadje in, zodat ik hem aan het einde dan ook mooi dicht kan maken. Maar ik ben dus aan deze kant begonnen, waar mijn begin is. Dit was mijn allereerste vierkantje. En ik ben dus vanaf die kant naar boven gegaan, zodat ik eerst even kon oefenen met recht. En dan de trucjes voor de bocht kon leren. Maar aan deze kant, daar zie je de meeste video's van, daar zit gewoon een vrij simpele rand waar je de steek heel makkelijk op kan nemen. Dus dat ging heel soepel, totdat ik het bochtje om was. En dan, ja, dan heb je zeg maar van die bobbeltjes aan de zijkant zitten, die je dan op moet nemen. En dat is toch wel wat meer priegelwerk. En net eventjes iets lastiger om op te nemen. Nou is het 's avonds ook zo dat je het dan wat minder goed ziet. Nou heb ik zo'n neklampje, die heb ik al heel lang om ook gewoon 's avonds te lezen als mijn man al in slaap valt. Dus dat is op zich wel fijn, ik kan het wel goed zien. Maar het is gewoon echt een enorm priegelwerkje. Mijn handen gingen dus echt de laatste dagen enorm protesteren, de laatste week. Ik heb echt wel flink pijn in mijn vingers. Ik heb zelfs een bult op mijn pols zitten, dat heb ik al wel vaker gehad. Dus ik weet dat die ook weer weggaat, maar ik weet dat ik dus ook heel even deze opzij moest leggen. Dus nog niet af, maar ik hoop in de volgende vlog toch dat die echt helemaal af is. Ik ga hem eventjes laten zien. Even kijken, wat is de bovenkant? Hier. Dus dit is de bovenkant, daar waar mijn naald hangt, aan de zijkant. Hoe ga ik dit soepel doen? Daar waar mijn naald hangt aan de zijkant, daar ben ik dus op dit moment. Ik heb aan beide kanten van de naald een stitchtopper gedaan, zodat het er niet af kan glijden. Dat gaat nogal makkelijk met die 4 steekjes. En hier zie je dus de rand en aan deze kant al een heel eind.
En dit is de onderkant. Ik hoop dat je het goed in beeld zag, want ik zat zelf onder het deken. Maar ja, het is echt een priegelwerk, maar het is wel echt heel mooi. Ik ben er wel echt heel blij mee. Ik heb nog niet alle draden aan de achterkant weggewerkt, want ik had gewoon heel veel zin om te beginnen. De ene helft is afgewerkt, de andere helft nog niet. Ik had veel zin om te beginnen. En ik had ook een aantal keer de tip gezien dat als je het nog niet af zou werken, dat met die I-corden aan de zijkant, dat het gewoon heel makkelijk is als je draadje er nog aan hangt. Want daar kun je een beetje aan trekken, dan kun je heel duidelijk zien waar het hoekje zit. Waardoor je de overgang van het ene naar het andere vierkantje ook heel duidelijk kan maken. Meer details. Ik ga deze maand beginnen met opnemen van tutorials voor dit deken. En ik heb al eerder gezegd, dit keer ga ik dat niet alleen voor de Breicampus doen. Ik zal de gehele tutorialreeks ook hier op YouTube zetten. Dus houd het kanaal in de gaten. Als je nog niet geabonneerd bent, doe het. En druk even op dat belletje. Want als je op dat belletje drukt, dan krijg je een melding zodra er een nieuwe video is. Ik ga dat dus opnemen. Dus ik ga laten zien hoe je de vierkantjes breidt, hoe ik dat heb gedaan. Ik ga het helemaal doen zoals ik het in de campus met alle tutorials ook doe. Dus mocht je twijfelen of lidmaatschap op de campus voor jou meerwaarde heeft, dan kun je een keer ook echt uitgebreid zien hoe ik zo'n video opneem. Ik doe dat naar aanleiding van een Engelstalig patroon dat ik als basis heb gebruikt. Dat is een gratis patroon, dus die kan ik ook in beeld nemen, uiteraard met alle vermeldingen van de designer erbij. Ik heb daar wat aanpassingen in gemaakt, want ik geloof dat het patroon geschreven is voor DK weight garen, dus een iets dikker garen. Ik ga gewoon helemaal vertellen wat voor aanpassingen ik heb gemaakt. Hoe je dus ook het deken kan breien via een andere dikte. En ik ga dus de vierkantjes laten zien, hoe je steken oppakt om de vierkantjes aan elkaar te breien. Dus je hoeft niet allemaal losse vierkantjes te maken en die uiteindelijk aan elkaar te maken. Je breidt dus gewoon door. Het enige wat je aan het einde hebt, zijn dus al die losse draadjes aan de achterkant. En ik ga daarin ook laten zien hoe die I-cord bind-off gaat aan alle kanten. Want ik heb nu dus gezien dat al die video's die ik op YouTube vond, de makkelijke kant laten zien. En dan kom je het bochtje om en dan denk je, en nu? Dus ik ga dat echt helemaal compleet laten zien. Ik begin dus binnenkort met opnemen, maar verwacht niet dat het dan over 2 weken online staat, want het is echt heel veel werk. Ik moet dat tussendoor ook verder breien. Dus ik zeg gewoon eventjes niet wanneer ik verwacht dat het online komt, maar het komt eraan binnen nu en nou, voor de zomer in elk geval, dat ruim genomen. Maar dan weet je dat ik daarmee aan de slag ga. Heel blij dus met hoe ver ik gekomen ben. Zeker met de onderbreking van het ziek zijn tussendoor. En in de kerstvakantie hebben we ook gewoon lekker heel veel andere dingen gedaan. Daarover straks meer. En ik hoop dus dat mijn polsen en handen na een paar dagen aan wat anders breien weer genoeg ontspannen zijn om met de I-cord bind-off verder te gaan. Ik ga nu in elk geval proberen om er elke dag even 10 minuutjes aan te zitten en niet een hele avond. En dan zal het vast goed komen. Dus bijna af. Gaaf hoor, als zo'n project na 8 jaar gewoon van je pennen kan gaan. Ik heb er ook echt heel erg veel zin in dat die straks af is. Nieuw jaar, nieuwe plannen, nieuwe breiprojecten. Heel erg veel zin in. Ik heb ook nog wat breiprojecten liggen. En daar ben ik een beetje in de kerstvakantie aan bezig geweest. Niet aan het breien, maar met denken, wat wil ik daarmee? Want ik heb best wel wat dingen nog liggen. Ik heb ook al een aantal dingen waarvan ik heb besloten, die ga ik gewoon uithalen. Dat zijn projecten die je hier lange tijd geleden voorbij hebt zien komen en nooit meer af terug hebt gezien. Dus een aantal dingen ga ik echt afhalen. En ik heb gewoon gemerkt dat het werken aan één project, dat echt heel fijn is. Dat is iets, ik wil 2023 gebruiken om de dingen die ik brei, om functionele dingen te breien die echt een aanvulling zijn op mijn garderobe. Ik heb afgelopen jaar heel veel kleding opgeruimd. Ik ben niet zo'n shopper. Ik bestel af en toe eens wat en dan doe ik het daarmee. Wij zijn thuis, dat weet je als je me langer volgt, al heel lang bezig met het huis echt helemaal aanpassen en naar ons sim maken. Dat gaat stapsgewijs, komt steeds meer af, echt heel erg leuk.
Maar we hadden een nieuwe kledingkast. Dus nou ja, dan ga je de kleding weer uitzoeken. Vlak, ik denk dat we dat een paar weken voor de kerstvakantie in elkaar hebben gezet. Dan ga je die kleding uitzoeken, nieuwe kleding erin. En mijn kast is echt, echt heel erg leeg. Toen ging ik ook kijken van, nou, wat heb ik nou eigenlijk afgelopen jaar allemaal gebreid? En dat zijn toch wel heel veel dingen voor de campus en voor een tutorial daar. En een klein dingetje hier en een keer dat uitproberen. Maar ik had niet echt veel dingen gebreid waarvan ik dacht, nou, dat was echt een toevoeging aan mijn eigen kledingkast of mijn kledingstijl. Nou ga ik komend half jaar aan de slag met een heel leuk traject. Daar vertel ik je later echt veel meer over. Ik ben nog niet gestart, dus kan er nog niet heel veel over zeggen. Maar dat traject is helemaal gebaseerd op, wat is nou eigenlijk jouw stijl? Want ik stond ook een beetje zo voor die kast van, ja, hè, en met breien ook. Ik ben heel erg geneigd om, nou, dan heb ik gewoon een wolletje en dat vind ik een leuke kleur. Of ik zie een heel mooi patroon wat ik heel graag wil. En dan kies ik de kleur uit die ik heel mooi vind. En ja, nou ja, dan is dat niet altijd draagbaar, want dan is het af. En dan, ik heb dat bijvoorbeeld afgelopen zomer, heb ik wel die Leonie sweater gemaakt, de linnen trui. Dan moet je even de vlogs van de zomer bekijken, dan zie je dat of vlak daarvoor. Volgens mij heb ik die trouwens met corona gebreid. Dus blijkbaar ben ik heel goed in dingen afbreien terwijl ik ziek ben. Ik wil dat even afkloppen, want ik wil nu ook gewoon dingen af gaan breien terwijl ik kerngezond ben. Maar goed, die had ik af. En die heb ik heel weinig gedragen, omdat ik niet echt kleding had waarop die nou leuk stond. De kleur was prima. Ik ben altijd, qua kleuren kiezen, kom ik er meestal wel uit. Maar qua, ja, alles bij elkaar hebben. Dus ik ga daar een heel leuk traject voor volgen, waarin ik meer ga kijken, ook hoe dat bedrijfsmatig aansluit. En ik ben heel benieuwd wat me dat oplevert. En vanuit die hoek zit ik nu ook heel erg van, ja, het is wel leuk om dingen af te breien waar ik echt blij van wordt en wat echt een aanvulling gaat zijn en wat sowieso past bij de kleding die ik heb. Nu is dat niet meer heel veel, dus dat is fijn, want dat betekent dat ik straks met een schone lei dingen kan kopen die bij elkaar passen. Welke daar zeker bij hoort, dus als ik het deken af heb, dan ga ik daar keihard mee aan de slag, is mijn Birch pullover. Volgens mij ben ik die vorig jaar rond deze tijd gestart. Daar ging toen ook iets mis mee, dus die heb ik toen weer helemaal uitgehaald. Vlogs van een jaar geleden moet je even kijken. Vaak zie je aan het YouTube fotootje al wel waar die video over gaat. Of wat in elk geval het hoofdthema was. Maar dat is deze. De Birch pullover van Andrea Mowry. En dat ziet er een beetje uit alsof het brioche is. Dat is het niet. Het is, volgens mij noem je het in het Nederlands, een halve patentsteek. Nou ja, daar vertel ik wel weer wat meer over als ik hier hard mee aan de slag ben. Maar dit is echt een kleur en een garen en een model. Dat wil ik gewoon in mijn kledingkast hebben. Net zoals mijn Treistaat trui die ik echt ontzettend veel draag. Dit is echt een kledingstuk. Dit wil ik in mijn garderobe hebben. Dit is helemaal mijn kleur. Past op de broeken en de rokken die ik heb. De combinatie met rokken, daar wil ik eens wat verder in kijken. Van op wat voor rok past dit nou? Ik heb vandaag toevallig ook een jurk aan. Maar ja, daar hoeft niks meer op of zo. Maar ja, zijn er ook jurken waar ik deze over aan zou kunnen trekken? Dat ga ik ze allemaal onderzoeken. Dus deze ga ik sowieso hard aan verder. Die mag gewoon snel af. Dus dat gaat mijn prioriteit krijgen. Daarnaast ben ik bezig, en dat is een beetje het dingetje waar ik op vastloop, als je het zo wil zeggen. Mijn breitijd is gewoon beperkt. Ik ben aan het werk de hele dag, dus ik zit hier niet de hele dag te breien. Dat mag wel meer, dat gaat ook meer gebeuren. Zie zo meteen de Mirjam Molenbeek updates. Maar ik ben bijvoorbeeld ook bezig met deze toe-up sokken. Nou, voor de kerstvakantie, al in november geloof ik, heb ik tutorials geplaatst voor toe-up sokken. Er staat in de online breicampus een hele tutorial voor top-down sokken en ook voor toe-up sokken. Ook voor de Turkish cast on, die heb ik hier ook op YouTube staan. Dan kan je ook eens een beetje zien van hoe ziet zo'n tutorial eruit. Dus een extra cast on, want ik had al een andere laten zien. En daar wilde ik heel graag nog twee andere hielen. Nog een Hollandse hiel en de Shadow Wrap Short Row hiel van laten zien. Nou, door het ziek zijn en alle drukte rondom de adventsokken en de adventvlogs en zo,
is dat er niet meer in 2022 van gekomen. Maar wel iets wat ik deze maand gewoon af wil maken. Zodat de campusleden ook die andere opties hebben. Dat betekent dus dat ik ook aan die sokken aan het breien ben. En ik doe er nu twee tegelijk op verschillende naalden. Want ik vind het dan prettig om bij de ene sok zelf even het een en ander uit te proberen. Ik ga altijd uit van een patroon. Maar ik wil dan ook even kijken van werkt het mooi. Of wil ik er toch iets uit een ander patroon aan toevoegen. Of weet ik zelf misschien een paar tips waardoor het er nog beter uit gaat zien. Dus het is altijd één sok om mee te oefenen. En met de andere sok doe ik het dan voor op camera. Dus dat was een beetje mijn ding begin dit jaar. Van, oh ja, ik wil die tutorial voor die Muscle Bro Head nog opnemen. En deze. En ik heb nog allerlei plannen. En het vierkantjes teken. Maar ik wil ook aan breien voor mezelf toekomen. En na het ontwerpen van de adventsokken heb ik daarin ook de smaak te pakken. Dus ik wil ook met ontwerpen een beetje aan de slag. Nou, dat maakt dat ik een aantal projecten heb liggen waarvan ik denk, ga ik daaraan verder of ga ik zeggen, nou, ik denk dat het lekkerst werkt als ik één project voor mij heb, die trui, één project voor de campus, na elkaar afwerk, op dit moment de sokken. En dan, ik heb natuurlijk nu het dek als hoofdproject en dan een klein projectje ernaast. Dus dat kunnen ook deze sokken zijn of de Muscle Bro Head. Want die, ja, uiteindelijk breik ik ze ook een beetje voor mezelf en een beetje voor werk. Dus als het campusproject een redelijk makkelijk doorbreidproject is, dan kan dat mijn side project zijn. Voor als ik even in de auto zit of even iets simpels wil. Maar ik heb natuurlijk ook nog openstaan. Ik heb nog een andere trui, die ben ik, dat is een Feral trui, die ben ik gestart. Daar ben ik niet heel ver aan gekomen. Die wil ik wel zeker oppakken, maar na deze trui. En nu het project waar ik dus ontzettend over twijfel of die op de naalden blijft staan of dat die eraf gaat. En dat is, je raadt het misschien al, de Steven West Mystery Knitalong. Ik weet niet of ik het kabeldeel nou al had laten zien in de vorige vlog, maar ik ben dus op dit punt. En volgens mij is dat ergens in clue 2 van de 4 clues. Je krijgt, als je dat niet gevolgd hebt, Steven West doet in oktober altijd een mystery call. Je krijgt dan elke week een update van het patroon, 4 weken achter elkaar. En nou ja, dan kun je dat na die 4 weken af hebben. En ik moet zeggen, ik heb al een paar keer gehad. Ik heb jaren geleden al wel eens geprobeerd mee te doen. En toen had ik al een beetje dat het me tegenviel. Ik heb dat ook wel vaker gezegd over deze. Tegenviel dat het niet echt bij mij past dat het met zo'n enorme druk moet. Als je 40 uur per week aan zo'n sjaal moet breien om een clue af te krijgen, die 40 uur heb ik niet met een eigen bedrijf en een gezin met jonge kinderen. En in die rush is het heel leuk, maar daarnaast ook een soort van, oké, klaar, volgende. Dan komen er alweer 600 mails van volgende patronen waar je nu ook aan kan werken. En dat stond me al tegen. Alleen, ik had afgelopen jaar had ik heel bewust, ik wil, oktober is mijn verjaardagsmaand. Ik had die mooie garis van Atelier Sopra en ik wilde daar gewoon aan meewerken. Ik dacht na al die tijd en leuk nieuwe technieken leren enzovoorts. Die nieuwe technieken, leuk. Ik vond het hartstikke leuk om te doen. Maar tegelijkertijd, ja, leuk hoor, zo'n nieuwe techniek. En als je gewoon het patroon volgt, dan kan je dat. Maar dit ga ik niet meer zomaar ergens in gebruiken. Dus het zijn nieuwe technieken waarvan ik dan af en toe denk, ja, wat heb ik daar nou dan echt aan? Want ik ga dit niet meer toepassen. Kijk, kabels breien vind ik leuk, maar dat kan ik. Ja. Weet je wel, er zitten wel wat dingen in natuurlijk die je weer op een ander project kan toepassen. Maar soms vind ik het leuker om gewoon iets te leren waar je ook in een volgend project weer heel veel baat bij hebt. Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Dus dat had ik al een beetje de laatste weken van ja, leuk die nieuwe technieken, maar ja, wat heb ik er uiteindelijk aan? Dan had ik natuurlijk een wat verschillende kleurkeuzes gemaakt. Heb ik uiteindelijk deze als 1, 2, 3, 4de kleur toegevoegd. Omdat ik die nou eenmaal bij de hoofdkleuren had gekocht. Maar ik vond hem hier te weinig contrast hebben. Overigens lijkt het contrast op beeld groter dan in het echt. Maar ik weet niet of ik dit nou zo
leuk vindt bij elkaar. En sowieso de hele kleurencombinatie. Tja, ik ga dus aan dat traject beginnen. Ik weet niet of dit nou mijn kleuren zijn. Nou, dan is het ook nog zo dat dit gedeelte, daar moest je gewoon recht heen en weer breien. Dit gedeelte moest je averecht heen en weer breien. Nou, volgens mij zie je het al. Dit stukje ziet er verder netjes uit. Dat klopt ook bij de steekverhouding van de rest van de sjaal. Dit stuk is echt huge. Ik brei averecht dus veel en veel losser. Ik ben aan dit stuk al begonnen. Ga ik dan dit hele stuk uittrekken en weer opnieuw beginnen? Je hoort het al. Twijfels, twijfels, twijfels. En dat is ook dat ik dus nu denk van ja, ik wil graag komende week aan de slag met tutorials. Ik wil die trui afbreien. Eerst de deken natuurlijk, de rand en alles afwerken en dan die trui afbreien. Dan is er nog een trui die ik graag zou willen, waar ik sowieso heel veel aan ga hebben. Dat zijn echt kleuren en modellen die bij me passen. En dit, ik hoor bij andere mensen terug, ja, de sjaal was super leuk om te maken, maar ik draag hem nooit. Vind ik zonde. Het is super mooi garen. Als ik het uithaal, dan kan ik dat met gemak opnieuw gebruiken. Zitten ook zelfs al wat patronen in mijn hoofd die ik ervan zou kunnen maken. Je hoort het, twijfel alom. Ik ben heel benieuwd. Geef maar even tips hieronder. Wat zou jij doen? Of wat heb je gedaan? Of heb je dezelfde ervaring? Ik ben op een gegeven moment echt verder gegaan omdat ik de mooiste exemplaren voorbij zag komen. Waarbij de kleuren ook echt helemaal klopten. En ik heb ook heel lang deze kleuren heel erg vinden kloppen. Misschien omdat het toen herfst was en nu winter is, dat ik daar iets mee heb. Je hoort mijn twijfels. Ik ben gewoon heel benieuwd. Daarnaast heb ik ook, en daar heb ik me dan toch een beetje toe laten verleiden of zo. Maar nou ja, verleiden. Het is gewoon hartstikke leuk natuurlijk om een keer met zo'n wereldwijd groot project mee te doen. Al voelde het dus na die 4 weken een beetje van, nou ben ik in mijn eentje over. We zijn in de online breicampus ook wel nog een forum onderdeel gestart. Zo van, nou laten we dan 31 december als nieuwe deadline nemen. Ik merk bij iedereen daar, de mensen die al bijna klaar waren in november, die hebben hem echt nog wel afgemaakt. Maar bij de meeste mensen die dus niet meegegaan zijn in die 4, 5 weken dat die knit-along liep, is hij toch ook nog niet af. Nogmaals, al had ik de kleuren nu fantastisch, hè, want het is niet alleen, tuurlijk als ik gewoon nu een patroon koop, dan breik ik die ook alleen, dan is dat geen reden om ermee te stoppen, omdat je niet meer met elkaar breidt. Maar ja, dat losse gedeelte, de kleuren, ik weet het niet. Laat weten wat jij vindt, of heb je misschien een soortgelijke, zit je in een soortgelijk gedachtegang, heb jij al een keuze gemaakt? Laat het me weten. Ik stop hem voor nu gewoon eventjes in de tas. Het is niet een project dat je de volgende keer gaat zien dat ik af heb. Dat is gewoon eventjes helemaal veranderd. En dat kan ook. Het mooie van breien voor mij is echt, ik vind het proces van breien echt heerlijk. Dat heb ik heel lang gevonden. Ik vind het heerlijk om nieuwe dingen uit te proberen. Maar ik wil dus ook meer gaan doen op ontwerpgebied. Waar ik ook allemaal nieuwe dingen ga leren en ga ontdekken. Er zijn nog een paar technieken waar ik me ook in wil verdiepen. Dus dat nieuwe dingen leren, dat lukt dan sowieso wel. Waar ik dus ook een beetje naartoe wil, is ik wil ook wat meer aan de slag met patronen van wat kleinere designers. Steven West, die kennen we toch wel, zeg maar. En ik werk heel graag samen met kleine ondernemers, met andere ondernemers. Daar hoor je zo meteen ook wat meer over. Dat vind ik altijd heel prettig. Want ik denk dat je samen gewoon veel sterker staat dan alleen. En ik had een beetje zoiets, ja, ik wil eigenlijk ook, hè, de grote designers, die kennen we allemaal wel. Maar er zijn ook zoveel meer designers die daar net een stukje onder zitten. Die ook wel echt professioneel fulltime bezig zijn met ontwerpen. Maar die net eventjes wat minder bekend zijn. Dus ik zou het ook wel gewoon heel leuk vinden om misschien met dat garen een project te zoeken van een iets minder bekende designer. En die dan eens even goed in het zonnetje te zetten. Nou, heb je daar tips in? Heb je leuke designers waarvan je zegt, die hoor ik eigenlijk nooit in een vlog voorbij komen, maar die is wel echt leuk? Laat het even hieronder achter. Dan ga ik op Revelry eens eventjes kijken en ook daarin wat dingen verfrissen. Dat is waar ik mee bezig ben. Oh ja, dat wilde ik ook nog even laten zien. Kijk wat een leuk tasje. Mijn sokken in zitten. Echt fantastisch leuk.
kreeg ik voor kerst. Superhandig formaat ook. Bij Aaltje staat erop. Ik weet niet of je dat goed kan zien. Of die dat wil scherpstellen. Met het licht erop. Zo wel met bij Aaltje. Die kreeg ik van Ali. Ali heeft mij hier afgelopen jaar fantastisch geholpen. Met bestellingen inpakken voor de webshop. En ik kreeg dit van haar als kerstcadeau. Dus daar ben ik echt ontzettend blij mee. Dat is waar ik aan bezig ben. En waar ik over twijfel en over nadenk. Ik heb nog wat losse projectjes liggen. Ik heb nog een vest van Petite Knit liggen, wat er al heel lang ligt. Die ga ik denk ik nog wel een keer oppakken. Het voordeel van het atelier hier is dat ik dat allemaal zo keurig bij elkaar kan zetten. En dan zien we wel. Maar dit zijn de projecten die Steven Westschaal, daar twijfel ik dus ook heel erg over. En die andere projecten, dat is waar ik de komende tijd lekker aan ga werken. Mirjam Molenbeek updates. Ik val gelijk maar met de deur in huis. De webwinkel gaat dicht. Je hoort het al niet in de introductie. Meestal zeg ik in de introductie dat je bij mij online breilessen kan volgen. Lid kan worden van de online breicampus. En ook de materialen daarvoor kan kopen. Dat gaat stoppen. Nogmaals, als je mijn nieuwsbrief al gelezen hebt of me volgt op Instagram, campuslid ben, dan heb je dat van de week al gehoord. De afgelopen dagen heb ik dat gedeeld. Ik heb de keuze gemaakt net voordat ik heel ziek werd voor kerst. Dus blijkbaar moest dat ziek zijn ook even gebeuren om alles te verwerken. Ik heb eigenlijk al een jaar lang dat ik, nou ja, zoals je weet, als je mij al heel lang volgt, ik heb ook altijd gezegd, lesgeven is mijn hoofddoel. Lesgeven is bij mij begonnen gewoon live aan de keukentafel bij ons thuis. Dat is toen online gegaan. Dat is heel erg groot geworden, waardoor ik nu eigenlijk alles online doe. Wat fantastisch werkt, want ik vind het echt heerlijk dat als ik in een Zoom-sessie zit, dat er mensen uit verschillende landen bij elkaar zitten. Uit alle hoeken en gaten van Nederland, België, maar dus ook echt ver daarbuiten. En dat vind ik echt het allerleukste van online. Bovendien, iedereen kan in zijn eigen tempo werken. Niemand hoeft te denken van, oh shit, die ander is sneller dan ik. Dus dat gaat hartstikke leuk en vind ik mega leuk om te doen. Afgelopen jaar heb ik ook de strandborrel gehad. Dat samen zijn met andere breiers. Dat vind ik ook heel erg leuk om te doen. De YouTube-video's maken. Fantastisch leuk. Ik wil ook echt veel meer op dit kanaal gaan doen het aankomende jaar. De vlog blijft voorlopig gewoon elke 2 weken. Maar ik wil meer gaan doen met de breien kennis uit video's. Ik wil meer gaan doen met wat simpele tutorials. Dat vind ik ontzettend leuk om te doen. De webshop is altijd erbij geweest. Ik heb wel eens verteld, toen ik in het begin breiles ging geven, heb ik dat ook in een moeder-kindcafé gedaan. Dus de moeders die konden hun kinderen tot 4 jaar meenemen naar die lessen. Dat ging ontzettend leuk, want de kinderen konden daar spelen of lekker liggen of alles kon. En tegelijkertijd leerden de moeders breien. En die hadden niet altijd tijd om tussendoor naar een winkel te gaan om wol te kopen of om dat online te bestellen en dat voor de volgende lesweek weer binnen te hebben. Dus toen ben ik wat wol in gaan kopen, gewoon voor hun gemak. Een paar basiskleurtjes van 1 Rico Merino, dat was het allereerste merk. Gewoon een paar basiskleurtjes, dan konden ze daarmee aan de slag en wat breinaalden. Nou, dat is dus steeds verder uitgebreid. Ik vond dat ook leuk. Ik zat toen er tijd, stonden deze kasten nog bij mij thuis. Kijk alle vlogs terug, dan zie je wel hoe het in het begin was. Dus dat groeide en groeide. Nou, toen kwamen daar de online breilessen bij, de online breicampus. Steeds meer tutorials waar ook garen voor nodig waren. Af en toe ook eens een garen ingekocht dat helemaal niks met de campus te maken had. Maar dat mensen ook gewoon, ja, weet je, mensen die al langer lid zijn van de campus kunnen al hartstikke goed breien. Dus die zijn ook zelfstandig met allerlei andere patronen aan de slag. En gingen me dan ook mailen van, nou, heb je daar niet een garen voor? Dus, nou ja, op een gegeven moment probeerde ik van elke dikte toch wat te hebben enzovoorts. Maar afgelopen jaar heb ik heel erg gemerkt, dat begon eigenlijk al eind 2020. Begon al dat ik dacht, oeh, het wordt nu wel en de campus goed houden en de breilessen voor beginners en de webshop en inkopen en alles. Dat werd een beetje onoverzichtelijk, chaotisch in mijn hoofd.
Toen ben ik afgelopen jaar heel veel bezig geweest met... ik heb een tijdje wat coaching gedaan. Ja, daarvan hoopte ik dat me dat ging helpen. Maar dat je moet dan wel iemand vinden die je helpt met dingen die echt bij jou passen. En niet nog eens met allemaal nieuwe dingen komen. Dat werkte voor mij niet, want dan ga je ineens allemaal nog nieuwe dingen erbij doen. En toen werd het eigenlijk alleen maar drukker. Nou, toen heb ik gedacht van ik ga iemand zoeken die me gaat helpen met het verzenden van de bestellingen. En dat was Ali en dat is heel goed bevallen. Alleen het nam nog steeds bij mij niet een hele grote druk weg. Want hoe groter de campus werd, hoe meer mensen de online breilessen voor beginners gaan volgen. Hoe meer je daar ook mee bezig wil zijn. Marketing is een groot stukje, want anders dan als niemand weet waar ik te vinden ben, dan verkoop ik vrij weinig. En ondanks dat Ali echt een enorme stuk van me wegnam, bleef het toch, je hebt toch de eindcontrole. Je moet toch dingen inkopen. Je moet toch kijken hoe het met de voorraad staat. Er komen heel veel mailtjes binnen met vragen. Kan ik die wol gebruiken? Die. Ik wil graag dat kleurtje, maar heb je niet op voorraad? Dat is niet het stukje dat ik leuk vind. En dat ging op een gegeven moment dat ik dacht, ja, ondanks dat ik iemand heb die me nu helpt met inpakken, heb je hier toch iemand in de winkel, kan je toch niet alles doen wat je die dag zou willen doen. Of video's opnemen, dat soort dingen. Dus daar was ik heel erg mee bezig. En nou ja, toen begin december, toen bedacht ik ineens van, ik moet nu eens echt goed gaan zitten. Ik heb heel veel gewandeld in die dagen, heel veel nagedacht. En ja, toen kwam eigenlijk heel sterk naar boven wat ik al een jaar voelde. Ik ga stoppen met de webwinkel. Omdat ik gewoon merk dat als ik dat doe waar ik het beste in ben, wat ik het allerleukste vind, dan werkt dat ook lekker. Dan werkt dat voor mij lekker. Dan werkt dat voor jou lekker. Want dan voel je het enthousiasme. Dan merk je ook dat alles lekker soepel loopt. Dat alles gestroomlijnd is enzovoort. En ik heb ook altijd gezegd, dit is erbij. Ik heb ook vaak genoeg gezegd, hè, ik krijg ook wel eens mensen die zeggen, ja, ik heb breiles gehad in die en die wolwinkel, maar ik heb daar eigenlijk niet zo van geleerd, want de uitleg ging niet heel erg goed. Ze deed het even snel voor en dan kwam ik thuis en dan dacht ik, ja, wat moet ik nou? Daarvan heb ik ook vaak gezegd van, ja, maar iemand die een wolwinkel runt, is niet per se ook heel erg goed in lesgeven. Ik zie dat echt als twee heel verschillende dingen. Liefde voor wol, voor de inkoop, het jou vertellen over die wol, het jou helpen de beste wol voor jouw project uit te zoeken. Dat is een vaardigheid wat weer heel anders is dan jou helpen uitleggen of weten welke stappen je het beste met je studenten kan zetten, zodat zij het snelst op het gemak leren breien. Nou, dat is iets, dat vind ik heel leuk en daarvan weet ik ook dat ik daar heel sterk in ben. Ik ben niet voor niks docent van huis uit. En daarover trouwens, dat vergeet ik net te zeggen. Docent Nederlands ben ik van huis uit. Ik krijg heel vaak, voordat ik allemaal mailtjes krijg, als ik over het deken heb, krijg ik daar heel vaak mailtjes over. Of mensen die hieronder een reactie plaatsen. Maar het is de deken, mevrouw de Neerlandica. Google, de Taalunie, eventjes dingen opzoeken. Want het mag allebei. De deken, het deken. En ik weet ook dat je naar een het woord anders verwijst. Het deken dat en de deken die. Dat weet ik allemaal. Maar het deken mag ook even vanuit de docent zijn. Het is wel heel grappig hoeveel berichtjes ik daarover krijg. Ik zeg altijd het deken. Het wordt meest gebruikt in België en ook wel in het zuiden van Nederland. Mijn voorfamilie, voorouders, die komen uit Brabant. Zijn katholiek. Mijn beide ouders zijn zeer katholiek opgevoed. Daar heb ik dus ook nog wel heel veel van meegekregen. En de deken is voor mij echt iemand uit de kerk. En daar... mijn vader heeft op een katholiek internaat gezeten. Ja, associaties met de deken of andere kerkelijk leiders. Ik weet niet, dat voelt voor mij als ik het dan over zo'n vrolijk vierkantjes deken heb, dan is het deken voor mij gewoon veel logischer. Dus dat is iets dat ik van kinds af aan al zo zeg. En ook gewoon lekker blijf zeggen. Dus stuur me geen berichtjes dat je je ergert aan taalfouten. Het is geen taalfout. Overigens zeg ik ook altijd, ik ben afgestudeerd in Zuid-Afrikaanse letterkunde.
En Neerlandica is niet standaard een wandelend woordenboek. Dus je zal me vast en zeker af en toe op taalfoutjes en dingetjes betrappen. Maar ik ben voor nu een breikanaal. Ik ben vooral juf, laat ik het zo houden. Maar goed, even terug daarheen. Ik vind het ontzettend prettig. Alle vragen die ik binnenkrijg over hoe doe ik dit, hoe doe ik dat, uitleggen. Heerlijk, dat kan ik niet vaak genoeg doen. En dat kon ik niet doen of niet verder uitbreiden op de manier zoals ik dat heel graag zou willen. Door het sluiten van de webwinkel komt daar veel meer ruimte voor vrij. En ik kijk daar ook ontzettend naar uit. Hoe gaat dat eruit zien? Want ik ga ook, als je lid bent van de Online Breicampus, dan krijg je 10% korting op de materialen die je nodig hebt voor het breien van alle tutorials. En ik wilde de mensen dat niet zomaar ontnemen. En ik wilde heel graag ook dat ik mijn vaste klanten, dus ook al koop je bij mij in de webwinkel en ben je helemaal niet lid van de campus of volg je geen online breilessen, voelt het misschien ook een beetje zo van nou en nu dan? Daar heb ik zo meteen een hele leuke samenwerking voor mede te delen. Maar even praktisch gezien, hoe zit het met de webwinkel? Alles wat nu op voorraad is, dat ga ik leegverkopen. Met code leegverkoop, aan elkaar, kleine letters, ik zet het hier in beeld, krijg je op alles wat er nu nog op voorraad is 20% korting. Ik kan geen dingen meer bijbestellen. Ik kan geen kleuren of breinaalden die je mist nog bijbestellen. Die korting geldt totdat de webwinkel sluit. Mijn vermoeden is nu dat dat tegen het einde van januari zal zijn. Als ik dit opneem, zijn de campusleden op de hoogte. Nou, die hebben al veelvuldig gebruik gemaakt van de code. Want de campusleden hebben altijd net een heel klein stapje voor. Dus ik heb hen vast de kans gegeven om nog aan te schaffen wat ze aan willen schaffen. Inmiddels, als deze vlog online gaat, is de nieuwsbrief algemeen. De Instagram-posts zijn er ook uit. Dus ik heb geen idee, als je dit kijkt, hoeveel er nog op voorraad is. Maar goed, ik ga het leeg verkopen. En op het moment dat het leeg is, dan sluit de webwinkel. En dan is dat gedeelte gewoon weg van de website. Voor de rest blijft de website mirjammolenbeek.nl zoals die is. Je hebt een heel groot inspiratiedeel. Nou, dat zal ook steeds verder uitgebreid worden. Het wordt echt een plek waar je, als je wil leren breien of iets wil weten over breien, of je bent met iets bezig en je denkt, oh, hoe zit dat? Of een proeflapje breien. Dat je dan naar mirjammolenbeek.nl gaat, in het zoekbalkje bovenin tikt proeflapje breien, en dat daar een blog tevoorschijn komt waarin je daar meer uitleg over krijgt. Dus ik wil me echt volledig focussen op het lesgeven. Nou, er kwamen al wat vragen binnen van, ga je dan ook weer live lessen geven? Ik ga zeker live weer meer dingen doen. Ik heb deze ruimte, daar blijf ik ook gewoon in. Beneden gaat echt studioruimte worden, zodat ik op elk moment kan filmen. Boven gaat een plek worden waar je heerlijk samen kan breien. Op 21 januari is hier voor de campusleden een nieuwjaarsborrel, waarbij we 's middags met elkaar gaan breien. Ben je campuslid, dan heb je daar meer informatie over ontvangen. Dan kun je je daarvoor opgeven. Maar ik wil dus veel meer dat soort dingen ook gaan doen. Breilessen voor beginners of de dingen die je in de campus leert, die zal ik niet zo snel live gaan doen. Ik zie wel voor me dat ik een keer een breidag doe, waarin we bijvoorbeeld echt meer ingaan op het breien van sokken of noem maar op. Ik sta daar nog helemaal blank in. Ik sta open voor suggesties, hoewel ik zelf ook heel veel ideeën heb. Maar bij de campusleden heb ik ook gevraagd, wat willen jullie? Dus daar heb ik heel veel zin in. In de campus gaat ook ontzettend veel gebeuren. We hadden een maandelijkse Zoom-sessie waar je altijd je breivragen kon stellen. Het ook gewoon een hele gezellige club is geworden, waarin iedereen mee kan kijken. Je kan ook anoniem meekijken, mag allemaal. Maar ik krijg echt terug van mensen dat ze daar altijd naar uitkijken. Daar ga ik meer mee doen. Ik ga andere mensen interviewen in de Zoom-sessies. En zometeen even over de samenwerking. Dat wordt de eerste persoon die ik ga interviewen. Dus er komen meer interviews, er komen meer thema's, er komen meer niddelongs. De Breicampus is en wordt nog veel meer een plek die leuk is als je net de beginnersvaardigheden beheerst. Dus als je die nog niet beheerst, dan kun je de online breilessen voor beginners volgen. Daar heb ik ook op mijn pagina precies uitgelegd welke vaardigheden daarin zitten. Als je die vaardigheden al beheerst, kun je gelijk lid worden van de campus.
Het moet echt, het is al een plek en gaat het dus nog veel meer worden waarbij je zowel als je net de beginnersvaardigheden kent dat je in kan stappen en daar heel veel aan hebt. Zowel in het breicafé waar je alle mensen kan ontmoeten online en je vragen kan stellen als in de tutorials, als in de Zoom sessies. Maar waar het ook leuk is, ik heb ook mensen in de campus zitten. Joh, die kunnen al veel beter breien dan ik. Maar die zijn er gewoon gezellig bij voor de Zoom-sessies, voor de live-dagen, voor dat soort dingen. Dus het wordt echt een plek waar je allemaal kan halen op welk breiniveau je ook zit. Je allemaal hopelijk thuis kan voelen. En bovendien steeds meer mensen vanuit de hele wereld sluiten aan. Mensen die al 20 jaar geleden geëmigreerd zijn, maar nog steeds ook wel een stukje Nederland bij zich willen hebben. Of in elk geval nog Nederlands spreken. Fantastisch. Echt, daar wil ik me helemaal op gaan focussen het komende jaar. Heel veel zin in. Hoe zit het dan met die 10% korting? Niet dat ik denk dat campusleden per se lid zijn voor die 10% korting. Maar als campuslid had je nou eenmaal dat je 10% korting kreeg op materialen. Dat blijft, maar dat gaat over naar Rebel with a Twist. Ik heb het vaker gehad over deze winkel. Ik heb afgelopen zomer daar een ontzettend leuke sailing en knitting tour gedaan bij Alexandra. En ik voelde gelijk dat we een klik hadden. Ook qua ideeën, ook qua producten die ze inkoopt, ook qua breistijl enzovoorts. Dus het eerste wat ik dacht, ik sluit de webshop was, ik wil Alexandra vragen of we daarin elkaar kunnen versterken. Want Alexandra is echt iemand, dat vind ik zo prachtig. Zij runt die winkel. Prachtig winkeltje in het meest mooie pand in Dordrecht. Voor mij een heel bekende plek. Ik ben in Dordrecht opgegroeid. Van mijn eerste tot mijn 18e heb ik daar gewoond. De grote kerk waar ze op uitkijkt, die heb ik vaak moeten beklimmen met school. De uitgaansgelegenheid die daar tegenover zit, heb ik ook zeer vaak bezocht tot in de hele vroege uurtjes. Er zijn lichaamsappen tegen die kerk aangegooid van vrienden na het uitgaan. Oké, ik zal niet in detail treden. In elk geval ligt voor mij daar een heel mooi stukje geschiedenis. Wat het nog specialer maakt. Ik heb Alexandra dus in december benaderd van, goh, zou jij het leuk vinden om in elk geval mijn campusklanten over te nemen, dat ze die 10% korting bij jou krijgen. En daar zei ze volmondig ja tegen. Zijn een aantal uitzonderingen, zijn een aantal dingen waar ze geen korting op kan geven. Dat heeft alles te maken met dat als je bepaalde wol verkoopt, dat je daar een bepaald percentage op verdient. En er zitten gewoon garens of materialen of dingen tussen. Waar als wij daar 10% korting op zouden geven als ondernemer, dat we daar gewoon überhaupt geen winst meer op maken. Dus dat staat in de campus heel duidelijk aangegeven. Zijn enkele merken. Maar over het algemeen dus die 10% korting voor campusleden, die is nu bij Rebel with a Twist. In de online breicampus werk ik met deze wolletjes bij de tutorials die ik tot nu toe gemaakt heb. De nieuwe tutorials zal ik dus ook gaan maken met wolletjes van Alexandra. Kunnen ook hele andere wolletjes zijn. Ik sta dus ook open als jij een wolwinkel hebt of je doet iets als je zegt van, joh, wil je een keer met dit garen werken? Dat is echt een mooi garen. Dat past echt bij jou en wat je doet. Sta ik dus ook allemaal open voor. Dus het kan ook best zijn dat ik een keer met een heel ander garen iets brei. Maar in de online breicampus dus over het algemeen met de garens van Rebel with a Twist. En zij heeft gewoon echt zo'n groter assortiment dan dat ik had. Dus voor campusleden, ik kreeg al allemaal reacties van, ik kan niet wachten. Geldt dus in de winkel en de webwinkel. Dan moet je wel, als je naar de winkel gaat, even de kortingscode noemen tegen Alexandra en zeggen dat je lid bent van de campus. In de campus ga ik ook per tutorials die er al staan, ga ik dus suggesties geven van, als ik iets met Hamilton Tweed heb gebruikt, nou, welk garen kun je dan uit de webshop van Alexandra gebruiken. En daarin komen dus ook veel meer opties beschikbaar, wat hartstikke leuk is. Ze verkoopt op zich niet de garens die ik verkoop. Dus als je zegt, nou, ik ben nou echt super fan van de Loch Lomond, wat jammer. Alle garens die ik verkoop, die zijn elders in Nederland. Of als je in België woont, ook in België, zijn die op andere plekken zeker ook te verkrijgen. Dus dat kun je gewoon googlen. Ook als je dus alleen maar bij mij altijd bij de webshop geshopt hebt, dan wil je misschien nu alsnog lid worden van de campus, dat kan. Maar ik zou je dus zeker door willen verwijzen naar Alexandra. Ik denk dat ze in
Het beantwoorden van mails, in het je verder helpen. Ja, dat ze daar gewoon hetzelfde in staat als ik. Ze breidt ook heel veel met de Engelstalige patronen. Ze houdt heel veel rekening met de spullen die ze inkoopt op het gebied van duurzaamheid. Er is ook weinig acryl te vinden bij haar in de webshop. Misschien niet of alleen als toevoeging, omdat dat voor het garen beter is. Ze werkt met heel veel kleine ondernemers. Dus ik zou je zeker willen adviseren om bij Alexandra te kijken in de webwinkel of bij haar. En wat ik al zei, zij is dus echt heel erg goed in nieuwe wolletjes, nieuwe samenwerkingen, nieuwe handige accessoires en producten. Dat is gewoon echt haar ding. En dat vind ik zo leuk dat... Dat, ja, ik vind het heel fijn om dan haar weer te kunnen stimuleren. Dat zij juist die winkel lekker kan laten groeien. En andersom dat als zij weer mensen heeft die willen leren breien. En zij heeft geen beginnen met breicursussen. Zodat ze die naar mij kan verwijzen. Ik geloof heel erg in samenwerkingen. Dus dat. Alexandra die zal eind januari ook in een van de Zoom-sessies in de online breicampus te gast zijn. Dus dan zit ze in haar winkel en kan ze alles laten zien. Dus daar heb ik ook heel veel zin in. Grote verandering dus. Nou, wat gaat er gebeuren allemaal in de online breicampus? Het vierkantjes steken, de sokken, wat ik al zei. De Zoom-sessies, die gaan veel meer leven krijgen. Dus de plannen borrelen. Ik moet alleen eventjes ook eerst de webshop nu afsluiten. Er staan heel veel bestellingen klaar die in de kerstvakantie geplaatst zijn. Toen heb ik natuurlijk niks verzonden. Nou, er komt nu nog een hele bulk aan bestellingen bij vanwege het feit dat ik ga uitverkopen. Nou, ik ga ervan uit dat als je die 20% korting krijgt, dat je het me ook niet kwalijk neemt als het even een werkdagje langer duurt voordat je bestelling daar aankomt. Hou daar dus een beetje rekening mee. Sowieso zeg ik altijd al van duurt 3 werkdagen. Heb ik ook altijd gehad. Ik heb altijd gezegd mijn webshop is gewoon niet de allerbelangrijkste. Dus verwacht bij mij niet vandaag besteld is morgen in huis. Daar ben ik kleine ondernemer voor. Daarom krijg je bij mij ook altijd gewoon netjes antwoord op je mails. En help ik je heel graag verder. Maar die snelheid zit er dan niet in. Goed, dus dat is... Ik kijk even op mijn briefje volgens mij wat ik wilde zeggen over de ontwikkelingen. Oh ja, wat ik daar nog even bij wilde zeggen. Oh, die moet ik heel eventjes pakken. Ik ga heel even een bolletje pakken. Daar ben ik. Er is een oproepje gedaan in een online breicampus. Daar zit een online breicafé achter. Daar kun je al je vragen stellen. Daar kun je oproepjes doen om samen te breien. Daar gebeurt heel veel. Daar kun je ook oproepjes doen van... Goh, ik wil aan dit patroon gaan breien, maar ik durf het nog niet helemaal alleen. Zijn er mensen die mee willen breien? En er is een oproepje geweest voor de Treista. Nou, die trui die ken je. Hij is ergens al in beeld gekomen. Heb ik heel vaak aan op foto's. Is ook vorig jaar een knit-along voor geweest binnen de breicampus. Maar toen hadden we nog Facebook. Dus dat was allemaal, ja, dat werd dan gedeeld van hè, vragen met antwoorden. Maar dat verdwijnt dan. Nou, nu staat dat gewoon allemaal keurig onder één forum. En er zijn mensen geweest die hebben opnieuw de oproep. Die zijn afgelopen jaar lid geworden. Of die waren vorig jaar nog helemaal niet toe aan het breien van een veraal trui. Die gaat dus waarschijnlijk beginnen. Ik vermoed dat als hij start... Ligt er even aan of er genoeg mensen zijn die mee willen doen. Maar dan start die denk ik zo begin februari. Dan hebben mensen precies genoeg tijd om daar wol voor in te kopen. Nou wordt voor de Treista de ledlopie aanbevolen. Ik weet dat, want daar heb ik ook al wat mailtjes over gehad, dat Sarah van It's a Sarah, die start een knit-along per 1 februari voor de Felix cardigan. Je hebt ook een Felix sweater, maar ik geloof dat het nu echt gaat om de Felix cardigan. Waar ook ledlopie voor voorgeschreven wordt. Dus ik kreeg al heel veel vragen van... Goh, heb jij een alternatief? Die kreeg ik dan ook in de kerstvakantie. Dus even, ik wilde echt nog niet met mensen delen van... Ja, maar ik ga sluiten. Dus bij mij heb je daar niks meer aan. Maar heb wel gezegd dan tegen mensen van... Nou, wacht even deze vlog af. Dan vertel ik je er meer over. Ik had namelijk de Loch Lomond en de Hamilton Tweed altijd. En daar is ook nog wel wat van op voorraad. Dus de Loch Lomond en Hamilton Tweed. Die kun je perfect gebruiken. Ik zit even te kijken. Hier ligt de Hamilton Tweed. Dat is dus niet heel veel meer. Maar ik heb nog wel wat zakken ook op de kast liggen. En dit is de Loch Lomond.
Dus daar heb ik ook nog wel wat kleuren van. En dat heb ik altijd gezegd. Ledlopie is al 3 jaar heel slecht verkrijgbaar. En deze twee zijn echt hele goede alternatieven. Die Loch Lomond is ook een non-superwash schade. Zit wel meer meter op per 50 gram. Dus dat is dan weer een voordeel. Prikt iets minder dan de Ledlopie als je heel gevoelig bent voor de Ledlopie. En voor de Hamilton geldt dat zeker. Is ook een non-superwash, dus kan niet in de wasmachine. Maar is een heel stuk zachter dan de Ledlopie. Maar kun je zeker gebruiken. En die kun je dus ook bij andere webshops gewoon vinden. Dus dat is een alternatief. Maar ik was dus voor de kerstvakantie ook bij Alexandra in de winkel. Want ik dacht, ja, ik vind het wel heel belangrijk dat als ik in de campus ga verwijzen naar andere garens, dat ik die garens ook even gevoeld heb en vastgehouden heb enzovoort. En ook wat garens meegenomen. Maar deze is dus echt een perfect alternatief. Dit is echt een, nou, ik vind hem zelfs nog wel mooier dan de Lopie misschien. Sowieso denk ik dat er heel veel garen zijn die je in plaats van de Lopie kan gebruiken. Hoeft echt niet altijd gelijk de Ledlopie te zijn. Deze is ook en is ook net zo betaalbaar. Is de Novita Icelandic Wool. Even kijken hoor. Zit 90 meter op 50 gram. Nou, dat is bijna hetzelfde als de Ledlopie. Daar zit 100 meter op 50 gram. Maar deze, die Icelandic Wool, is echt. Nou, als je van de Ledlopie houdt, dan hou je ook van deze. Qua prijs is die geloof ik ook bijna hetzelfde of zelfs exact hetzelfde. Maar dit is dus heel geschikt voor al die veraaltruien en projecten. En dus ook de Felix Cardigan, wat geen veraalproject is. Dus je kunt dat sowieso ook door een andere Aran weight. Het is wel een wat grover vest, dus je wil daar niet een hele zachte merino voor gebruiken, want dat gaat enorm uithangen. Maar een ander non-superwash garen wat een beetje body heeft, is daar ook gewoon prima voor geschikt. Maar als je dus een vervanger voor de Ledlopie zoekt, echt perfect deze. Allemaal hele leuke kleuren ook van op voorraad. Dus kijk zeker even bij Rebel with a Twist. En ik zal een linkje naar dit garen ook onder deze video zetten. Dus die wilde ik nog even toevoegen. Nou, het wordt een lekker lange vlog. Dat mag ook natuurlijk. Ik ben er 6 weken niet geweest. Dus we kletsen gewoon nog eventjes door. En je hebt 2 weken de tijd om deze video te kijken. Dus je kan hem ook in delen kijken. Goed. Wat heb ik gelezen? Dat is ook wel heel leuk trouwens. In het Breicafé, de online breicampus, hebben we een onderdeel ook, boeken. En die is opgesplitst in tips voor breiboeken en tips voor leesboeken. Want ik heb toch wel ontdekt dat heel veel mensen die breien ook heel erg van lezen houden. Ik krijg op dit vloggedeelte ook altijd heel veel leuke reacties. Mensen die bepaalde boeken hebben gelezen en me dan later sturen van, oh, wat leuk dat je dat boek hebt aangeraden, met heel veel plezier gelezen. En anderzijds krijg ik ook weer tips terug. Dus hartstikke leuk, blijf dat vooral doen. In het Breicafé kan dat dus verder uitgebreid worden. En zijn er ook mensen die allemaal leuke tips geven. Ik heb daar ook laatst een oproep gedaan om een boekclub te doen. Het lijkt me heel leuk om met een groepje mensen die dat leuk vindt een boek uit te kiezen. En bijvoorbeeld in 6 weken uit te lezen. En daar dan in een Zoom-sessie gezellig met elkaar over na te kletsen. Dus mocht je twijfelen en ook een grote lezer zijn, dit is dus ook een onderdeel van de online breicampus. Wat heb ik gelezen? Ik was het afgelopen jaar, heb je gezien, het meisje dat de maan dronk. Ik weet niet, ik kwam een aantal boeken tegen waarin hekserij echt een thema vormde. Vind ik ook leuk. Ik zat ook terug te denken. Vroeger had je ook die boeken van, ik weet van Otto Preuser heet hij geloof ik, de meester van de Zwarte Molen. Dat was heel magisch, vond ik een fantastisch boek. En Heksenkind van Monica Furlong, daar zat ik laatst nog naar te zoeken. Die kan je nieuw niet eens meer krijgen, maar wel gewoon nog via de Bieb. Ja, ik weet niet, het thema speelde heel erg voor mij afgelopen jaar. En dus popte ook de nieuwste titel van Suzanne Smit op, De Wijsheid van de Heks. En die gaat, Suzanne Smit, dat weet je wellicht wel, die schrijft al jaren boeken over heksen. Ik weet dat ze, ik geloof 20 jaar geleden al een keer een boek Heks heeft geschreven. En dat was heel grappig, want zij heeft ook Nederlands gestudeerd. Ik deed dat in Leiden en zij in Amsterdam. En ze is net wat ouder dan ik.
Dus zij was al afgestudeerd toen ik nog studeerde. Dat wereldje is heel klein. Er zijn weinig mensen die in een jaar beginnen aan de studie Nederlandse taal en cultuur. Wat heel jammer is, want het is echt een studie waar je veel kanten mee op kan. Maar ik weet nog dat zij haar boek publiceerde en dat het bij ons op in een college echt was van een boek over heksen. Nou, echt een soort van, bijna dat kan toch niet dat een Neerlandica zo'n boek uitbrengt. Nou, dat was not done. Dat heeft er ook alles mee te maken dat de studie Nederlands is van oorsprong, heel lang geleden, komt dat voort uit de dominee studies. Dominee studies, zeg ik dat goed? Theologie. Ik had ook heel veel medestudenten die heel veel dochters en zoons van een vader die pastoor was. Of zeg ik dat goed? Ik haal het een beetje die termen door elkaar. Pastoor mag getrouwd zijn en kinderen hebben, geloof ik. Hè? Ja. Franca Treur komt van de Universiteit Leiden. Die heeft natuurlijk heel veel boeken geschreven over haar opvoeding. Maar het hart is een student Nederlands die zich heel erg heeft uitgesproken tegen het geloof. Maar er zijn ook heel veel mensen die daar studeren die juist nog heel erg gelovig zijn. En nou ja, het geloof en hekserij, dat gaat niet zo goed samen. Dus dat was best wel een dingetje toen dat boek uitkwam. Ik geloof dat dat nu inmiddels wel anders is. Ik vond het dus heel bijzonder om te vinden, omdat het ook de ondertitel heeft wat ik afgelopen 20 jaar van de oude natuurreligie heb geleerd. Natuurreligie, dat klinkt voor mij echt ontzettend fijn. Ik heb heel veel baat bij de natuur. Ik wandel heel veel, zoals je weet. Dat heeft me echt naast breien door een burn-out heen geholpen. En ja, ik heb best wel veel moeten verwerken afgelopen 2-3 jaar. En wandelen is daar voor mij in de natuur zijn. Als ik thuis ben en mijn hoofd kookt over, dan zeggen ze al, mam, misschien moet je even een rondje naar buiten. En echt waar, ik ben buiten en de rust keert weder. En dat komt ook heel veel terug in dit boek. Er komt heel veel natuur terug. Het gaat helemaal, ja, aan het einde gaat het wat dieper in over echt een beetje de tweede dimensie van hekserij of de godenwereld dat. Maar ik moet zeggen dat het grootste deel van het boek is ook gewoon heel praktisch. En heeft, ja, staan ook wel hele mooie dingen in over de periode waarin we nu leven, hè, heel erg hectisch, oorlogen, de energiecrisis, allemaal het gevoel van, oh help, welke kant moet dit op? En hier staan daar best wel mooie dingen in over hoe je dat kan doorstaan of hoe wij dat als mensen zouden kunnen ombuigen naar een veel positievere maatschappij. Dus dat vond ik er ook prettig in. En zonder ook, ze sluiten ook extremen uit, dus ga vooral niet heel erg denken dat de wereld verdoemd is en dat het allemaal kapot gaat, want dat valt reuze mee. Maar ook ga niet de andere kant aanhangen en juist heel agressief tegen bepaalde beleidsdingen zijn. Ik vind het heel erg mooi hoe ze dat, ja, hoe ik het vaak voel, schrijft hij het op. Dus dat vind ik heel mooi. Daarnaast komt er gewoon heel veel geschiedenis over hekserij, wat eigenlijk gelinkt wordt aan feminisme. He, ze schrijft ook eigenlijk van vrouwen die op de brandstapel belanden. Dat waren eigenlijk altijd vrouwen, vroedvrouwen. Vrouwen die slim waren, die wat te zeggen hadden, die zelfstandig waren. Dat waren de vrouwen die door de mannen een beetje gemakshalve als heks bestempeld werden. Nou, wij zijn afgelopen zomer ook naar de, dat heb je misschien ook meegekregen als je de vlogs volgt, waren we ook bij de Heksenwaag. Ik weet niet, het was gewoon een thema van afgelopen jaar en ik heb erg genoten van het boek. Het is dus geen fictieboek, maar wel een boek waarvan ik denk, ja, er staan zeer veel fijne, prettige wijsheden in, als je dat leuk vindt. Dan was ik begonnen aan de films die nergens draaien. Die had ik dus heel even laten liggen, omdat ik gewoon heel erg benieuwd was naar dat boek. En ik ben hier nu ongeveer op de helft. Echt een prachtig boek. Het is een kinderboek. Het is bekroond met de Gouden Griffel afgelopen jaar. En zeker niet voor niks. Echt een prachtig boek. Vorig jaar al een beetje over gezegd. Mijn 10-jarige raadde het mij aan. En ik snap helemaal waarom. Ik zal er meer over zeggen als het uit is. Ik heb er vorige keer al een beetje wat over gezegd. Maar echt een heel mooi boek. Echt heel erg mooi. Dus daar ga ik de komende week, want het leest heel snel, ga ik daar verder van genieten. Dus dat zijn de boeken die ik aan het lezen ben.
Dan sluit ik af met wat levensdingen. Het grootste levensding was eigenlijk dat ik voor het eerst in mijn bijna vijf jaar ondernemerschap in mei 2017 zei ik mijn baan op. Toen ben ik in oktober echt begonnen als ondernemer, oktober 2017. Nou, dat heeft toen begin 2019 is dat even gestopt. Heb ik ook alles gesloten, want ik ging weer terug het onderwijs in, kreeg een burn-out. Dat verhaal heb je wellicht ook gevolgd, anders is dat allemaal hier terug te zien. En toen ben ik dus in 2019 in april weer met een nieuw KVK-nummer begonnen. Dus het is een beetje 5 jaar ondernemerschap, maar sinds april 2019 eigenlijk vol ervoor gegaan. Dus dat is nu straks 4 jaar geleden. Ik heb voor het eerst sinds die tijd, had ik echt 2 weken vrij. Ik heb 3 weken niks verzonden voor de webshop, omdat ik al wist die laatste week voor kerst raken alle pakketjes kwijt, is alle stress. Heeft toch niemand het op tijd in huis? Nou, dat is me heel goed bevallen. Want inderdaad, al die week daarvoor ging het een beetje mis bij de post. Dus ik ben heel blij dat ik dat zo heb gedaan. 3 weken niks verzonden, 2 weken, want die week voor kerst heb ik nog wel wat dingen gedaan, 2 weken vrijgenomen op het voorraad tellen na. Dat is nou eenmaal iets dat je moet doen als ondernemer. Voor mij dus, voor de laatste keer was dat. Voorraad tellen, ik heb wel een beetje in de vakantie af en toe vast wat bestellingen klaargezet, dat ik niet nu gelijk helemaal overwhelmed zou zijn. Maar verder had ik echt vakantie. Heerlijk! En ik ben wel nog in het breicafé geweest, want ik wil wel dat als je in zo'n vakantie zit te breien en je hebt vragen, dat je die vragen daar kan stellen. En de breipakketten voor beginners heb ik wel verstuurd. Mensen gewoon lekker konden beginnen, maar dat was echt, weet je, dat was gewoon steeds een half uurtje even hier zijn of 3 kwartier. En dat was ook, ja, je zit thuis toch constant met z'n vijven. Dus het was ook af en toe lekker om dan even hier te zijn. Maar dat was het. En ik heb dus echt weer eens vakantie gehad. Echt met aan het begin, ja, was dan eigenlijk uiteindelijk fijn dat we net voor de kerst allemaal ziek waren. Kerstavond zat ik aan ons kerstdiner nog in mijn pyjama en ik had nog niet heel veel trek. Eerste kerstdag hadden we een brunch met mijn schoonmoeder. Daar ben ik heen geweest. Nou, dat hebben we gewoon kort gehouden. Dat was de eerste dag dat ik weer echt op de been was. En we zijn s'avonds gewoon lekker weer fijn thuis geweest. De dag daarna zijn we lekker naar buiten gegaan. Zijn we volgens mij naar Madurodam geweest. Ja, dat was echt heel erg leuk. We wonen daar natuurlijk vlakbij. Maar dat is zoiets van, nee, ja, omdat we er vlakbij wonen. We gaan nog wel een keer. Dat was echt al jaren geleden. En toen tweede kerstdag hadden we zoiets van, ja, zoiets doen. We hebben museumjaarkaarten, maar die waren net verlopen. En we hadden nieuwe besteld, maar die kwamen maar niet binnen op de een of andere manier. En toen dachten we ineens, nou, het is een mooie dag om naar Madurodam te gaan. En ik was een beetje huiverig. Ik dacht, misschien is het wel heel erg druk, tweede kerstdag. En het was prima weer. We hebben het helemaal droog gehad. Dus we zijn gewoon gelijk 's morgens vroeg er naartoe gefietst. Om 10 uur ging het open. En het was super rustig. Het was echt, we hebben zo genoten. We zijn er uren, we zijn er de hele dag geweest. Lekker buiten geweest. Dus dat was lekker. En daarna had ik dus echt nog die 2 weken vakantie. Dus dat was echt wel heel erg fijn. In eerste instantie, alles komt los en ja, je hebt toch een paar jaar van doorwerken en drukte achter de rug. Dus nou, iedereen hè, echt zoiets van, jeetje, wat een tijden hebben we eigenlijk achter de rug. En vanuit daar konden we lekker en gaan wandelen. En ik heb veel, ja, ook gewoon een beetje zitten schrijven en alles. Het was echt heel erg fijn. We zijn nog naar een mooie voorstelling gegaan van een Christmas Carol. Dat was een balletvoorstelling die in totaal ruim 2 uur duurde, wel met een korte pauze erin. Nou, de kinderen vonden het fantastisch in het Amare in Den Haag. Maarten en Pieter zijn naar Freek Vonk geweest en hebben daar echt vreselijk hard van genoten. En voor de rest, ja, we zijn heel veel, het was helemaal natuurlijk niet zo koud. We zijn heel veel buiten geweest, lekker op het strand gelopen. Ja, ik heb er echt, echt van kunnen genieten. Dus dat was eigenlijk het grote levensding. En het was wel schattig, want je hebt hem misschien al zien staan. Aagje, dat is mijn jongste dochter van 6, die maakte van de week een tekening van mij als samenvatting van de vakantie. Nou, ik zal de foto waar deze op slaat hiernaast zetten. Dit is dus de bank. En dat is een lampje en dat is een plantje en het is mijn vierkantjes deken waar onze poes dus steeds op gaat liggen als ik eraan aan het breien ben.
Ook een beetje buiten en zo, mijn roze trui veel aangehad. Dus dit is een beetje de samenvatting van mijn kerstvakantie. En dat was fantastisch. Dus dat was echt heel erg lekker. En het was voor mij natuurlijk ook heel prettig om op die manier te kunnen, ja, een beetje die overgang te kunnen hebben naar, ik ben echt hier zo vaak binnengestapt in de vakantie met het idee van, dit is gewoon straks weg. En wat nu? En wat gaat er dan gebeuren? En ja, het was gewoon heel prettig om die verwerking alvast gehad te kunnen hebben. Nou ja, dat is volgens mij ook waar de kerstvakantie voor bedoeld wordt. Een periode van veel donker, veel naar binnen keren en veel opruimen. Veel nieuwe ideeën, dat. We hebben ook in huis weer heel veel gedaan. Weer dingetjes afgemaakt, dus dat is super fijn. Dus dat was heel erg prettig. Verder, iedereen is weer naar school. De week zijn, het ritme is weer begonnen. Ook weer hartstikke lekker. Dus ik heb ontzettend veel zin in wat er de komende maanden gaat gebeuren. Ik geloof echt in de uitspraak. Als je ergens een deur dicht doet, dan gaan er heel veel andere ramen open. En ik vermoed dat het een ontzettend mooi jaar gaat worden. Ik hoop dat je daar deel van blijft uitmaken. Of het nou is door het kijken naar dit YouTube-kanaal. Vergeet niet even een like te geven. Abonneren heb ik al gezegd. Een reactie achter te laten. Dat helpt om dit kanaal te laten groeien. Of je nou een nieuwsbrief leest. Of je nou, wolletjes bij me kopen. Dat kan niet heel lang meer. Maar misschien nog even je laatste bestelling. Maar zeker als je wil leren breien. Of je wil graag deel uitmaken van die online breicampus. En je kunt daar heel, er zijn mensen die gaan gewoon alleen maar zelfstandig door de tutorials. Die kijken af en toe de live sessies terug. Maar je kunt dus ook heel erg veel deelnemen aan dingen. Dat kan je helemaal zelf bepalen waar jij je prettig bij voelt. Dus ik hoop dat op welke manier je dan ook ik je het komend jaar mag spreken, mag informeren, mag inspireren. En laten we er met elkaar een heel mooi breijaar van maken. En ik zeg altijd maar, hoe meer mensen er breien, hoe fijner en rustiger deze wereld erop wordt. Heel veel dank weer voor het kijken. Ik zie je heel graag over 2 weken weer. Dan zal ik de vlog iets korter houden dan dit keer. Maar hopelijk vergeef je het me dat hij een stuk langer is. Je weet, als je mij al langer volgt, dat ik lang ben van stof. Vroeger moest ik daarvoor apart zitten in de klas. En nu gelukkig krijg ik vaker terug dat mensen het juist wel gezellig vinden als ik een ruim uur praat. Dus en anders hoef je ook niet te kijken. Dat scheelt, hè? Heel veel dank. En als je tot hier bent gekomen, dan vind je het niet erg blijkbaar als ik lang van stof ben. Dus dank je wel. En veel breiplezier. En heel graag tot over 2 weken op dit kanaal. Doei!